Meneer de staatssecretaris, dit is echt geen fraai schouwspel. Er zijn ondertussen 3 uitspraken van rechters die u ongelijk geven. En ook een staatssecretaris moet de rechtsstaat respecteren. Ik zou u willen vragen om te stoppen met de polemiek, om te stoppen met die koppigheid. Het gaat hier niet om duizenden mensen. U hebt hier de kans om één gezin uit die oorlogsgruwel van Aleppo te redden. Ik wil u zeggen, grijp die kans. Maar ik wil u begrijpen. Ik wil weten waarom u zo halsstarrig weigert dat humanitair visum uit te reiken. Wat houdt er u eigenlijk tegen? Zegt de rechter dat vanaf nu iedereen zo'n humanitair visum moet krijgen, als dat aangevraagd wordt? Nee, helemaal niet. De rechter heeft hier het individuele geval onderzocht en geoordeeld dat er bescherming nodig is. Zal dit geld kosten aan de staat? Nee, helemaal niet. Er zijn mensen en namen die zich bereid hebben gevonden om de opvang op te nemen van dat gezin vluchtelingen uit Syrië. Wat wel geld zal kosten aan de belastingbetaler, meneer de staatssecretaris, is uw koppige weigering om het arrest uit te voeren. Die koppige weigering heeft een factuur van 4000 euro per dag. Waarover gaat het hier? Er zijn wereldwijd 60 miljoen vluchtelingen. 95% wordt al opgevangen in de eigen regio. Een humanitair visum biedt een veilige route aan die mensen, zodanig dat Europa, ook België, een stukje solidariteit kan opnemen. U doet alle moeite van de wereld om die verantwoordelijkheid af te schuiven. U gaat in conflict met rechters. U waant zich verheven boven de wet en boven de rechtsstaat. U voert hier uw eigen persoonlijke imagocampagne, want dat is de realiteit. Het gaat al lang niet meer om dat gezin. U wil de staatssecretaris zijn van de harde lijn en u gaat daarin zeer ver, desnoods op de kap van een gezin dat de oorlogsgruwel in Oost-Aleppo wel ontvluchtte.